50 jaar geleden ben ik in Utrecht aangekomen als student. En na een korte periode dat ik farmacie heb gestudeerd, ben ik geschiedenis gaan studeren hier. Dit was het Instituut voor Geschiedenis. Dat is het overigens al lang en breed niet meer. Ik moet bekennen dat ik Utrecht aanvankelijk een hele vervelende, slome, nare klotenstad vond. En dat is in de loop der jaren sterk veranderd. Dat komt denk ik omdat het aantal studenten in Utrecht sinds de jaren 60 reusachtig is toegenomen. Dat heeft de stad in alle denkbare opzichten in zijn voordeel doen veranderen. Vandaar misschien dat het aardig is om nu een documentaire te maken over mijn studententijd in Utrecht. Utrecht heeft een van de meest conservatieve studentencorpora. En nog veel leuker is wel dat ik een bezoek kan brengen aan mijn oude studentenkamer in de Hugo de Grootstraat, waar ik een mensenleven niet ben geweest. Sinds er universiteiten bestaan, zijn er ook studentenverenigingen. Zo ook in Utrecht. En de oudste Utrechtse studentenvereniging is het Utrecht Studentenkoor. En dat is niet alleen de oudste studentenvereniging, het is ook de meest traditionele studentenvereniging. Zo traditioneel dat in Utrecht de mannen en de vrouwen nog gescheiden opereren. Dit is de UVSV, dat zijn de vrouwelijke studenten in de corporale sector. En om de hoek is het Gele Kasteel, daar huizen de mannen in de corporale sector. Voordat we hier naar binnen gaan, eerst een klein beetje historische achtergrond. De studenten in de universiteitssteden hebben eigenlijk altijd vanaf het allereerste begin een beroerde reputatie gehad. Ze werden lid van informele genootschappen, zogenaamde broederschappen. En daar was al direct sprake van ontgroeningspraktijken die eigenlijk voor geen meter deugden. Waarbij ook nogal eens de zaak volledig uit de hand liep. In mijn groentijd bijvoorbeeld stond in die steeg nog wel eens een ambulance klaar om de zwaargewonde studenten af te kunnen voeren. Dat zal u waarschijnlijk wel een beetje verbazen, maar ook ik ben in mijn jonge jaren koorlid geweest. Hij gaat zwaarder dan vroeger. Hoi. Ja, Maarten van Rossum. Stijn Jonassen. Het stinkt ook nog net als vroeger. Ja. Het is ongelooflijk. Ja, dat klopt. Ook de stank zou eigenlijk ook tot het monumentale karakter van het pand moeten worden gerekend. Ja, het is goed dat je erover begint, Maarten. Want tradities zijn natuurlijk een groot onderdeel van de kroeg. En het begint eigenlijk hier al, want je komt inderdaad iets wat onhandig binnen. Ja. Dat wil ik je vergeven, maar er zijn andere dingen die ik je niet kan vergeven. Want als je met een jas hier zou binnenkomen, ja, dan zou je weet meteen het weer uitgemeten, ja, worden. Het luistert allemaal zeer, zeer. Nou, misschien kun je daar uitleggen hoe dat zit. Natuurlijk. Het begint eigenlijk hier, de regels. Als je tweedejaars of ouder bent, dan mag je binnenkomen zoals het je belieft. Maar als eerstejaars zijn er bepaalde regels aan verbonden, rituelen. Zal ik het even voordoen? Ja, doe eens even voor. Dan ga ik het even doen. Je dient binnen te komen door een heel harde zwaai te geven, dan te wachten. Hij valt terug en dan stap je geruisloos. Maar mensen weten dat je er bent, stap je naar binnen. Ik ga het nu even voordoen, Maarten. Dit is, deze hele poppenkast is volstrekt nieuw. Dat knikje ook, dat hele idee, als je toen geknikt zou hebben naar het gezelschap wat hier bijeen was, zou je waarschijnlijk meteen opgeruimd zijn. Dus dat. Maar goed, misschien moet je ook nog even uitleggen dat je bijvoorbeeld hier niet zomers met een korte broek aan binnen kunt komen. Dat klopt, dat is absoluut niet de bedoeling. En de schoenen die je aan hebt, Maarten, dat is eigenlijk, was je nu ook al lang uitgezet. Ja, ik weet het, met de palladiums. Ja. Je mocht geen geblokte overhemd aan hebben. Je mocht geen gekleurd overhemd aan hebben. Ik ben er nog eens uitgegooid omdat ik suède schoenen aan had. Ja. Hé, Van Rossum, we zijn hier geen homo's. Ja, dat werd er geroepen en dan kon je meteen op zo. Maar ik had gehoord dat de 60e jaren, het was een vrolijke tijd. Er wordt nu een heel grauw beeld geschetst.
Nou, als het niks is, maar net, het is maar net, hoe je het bekijkt natuurlijk. Ik vond, je was je leven niet zeker als eerstejaars in de nagroentijd. Dat heb ik er straks verteld toen ik al in de steeg stond. Dat er dan een ambulance, die stond vast in de steeg. Nee, dat is niet. Dat is nu ook niet meer zo. Niet. Dus voor mensen die met gebroken ledematen werden afgevoerd? Nee, absoluut niet. Nee. Ah, kijk eens. Fysiek contact is dan sinds 6 jaar, 5 jaar afgeschaft. Dus oh, dat mag niet meer? Nee, dat mag niet meer. Dat was, Een beetje zorgen, dat mag niet meer. Dat ging te vaak verkeerd. Ja, je ziet dat er nogal wat veranderd is in die halve eeuw. Ja. Ja, ik zie nog mijn jaar. Kloot, zoals dat heette, de jaarvoorzitter. Ja. Die heeft een hele middag lang helikopter moeten spelen. Helikopter moeten spelen? Ja, hij had een takje gekregen, dat moest hij boven zijn hoofd ronddraaien. En dan hele. En zodra hij even ging rusten, zei ze zeggen: Van Blommesteyn, ben je neergestort of zo? Ja, dat was allemaal een beetje eigenaardig eigenlijk. Maar ja, er waren ook laat ik het niet erger maken dan het is. Er waren hele rustige avonden. Dat je heel rustig kon zitten en heel rustig kon praten. Je moest niet gaan op hoogtijdagen en zo. Nee, de hele bar was weg. Dus dit was er helemaal niet. Die bediendes die liepen dan hier gewoon zo naar binnen toe. En dan Ja, dat is wel heel anders. Had je dat gedoe met die enorme bladen met bier? Zullen we even boven gaan kijken? Bibliotheek? Ja, dat lijkt me een goed idee. Oké. Okay. Ik ben benieuwd of al die beschimmelde boeken er nog staan. Ja, ze staan nog, hoor. Kijk, het is een prachtige ruimte wel beschouwd. Ja. Nee. En natuurlijk het meest curieuze zijn die boeken die hier staan. Ja. Die staan namelijk volgens mij deels, zoals we kunnen zien, waarschijnlijk al een eeuw. Is er een bibliothecaris eigenlijk? Nou, we hebben een museumcommissie die onder andere hiervoor zorgt. Een museumcommissie. Ja. PHRM. Ja. Plaatszet Hekweek Requiescere Musis. En er is ook een lied wat bij allerlei gelegenheden wordt ingezet. En misschien kun je even de eerste twee regels citeren. Zeker. PHRM heeft zoveel aan ons gegeven, bron van panje, whisky, soda en jolijt. PHRM heeft zoveel aan mij gegeven, Ja, dat lied zingen we nog steeds. Ja, dat zingen jullie nog steeds, ja. En als je dan niet opstond als het gezongen werd, dan krijg je op je lazerij. Ja, dat klopt, dat is nog steeds zo. Dat is nog steeds zo. Iedereen bestaat altijd, dus dat is eigenlijk nooit een probleem. Ja. Iedereen zingt graag het liedje mee. We hebben natuurlijk altijd reconcitranten erbij. Ik kan me jou wel voorstellen ik vond dat onjuist. Ja. Dat ik, als ik rustig zat te praten, gedwongen werd door geheel andere personen die dat niet met mij hadden besproken. Ja. Dat ik plotseling moest opstaan en gaan ronddansen, omdat het zo fijn was in de sociëteit. Dat ik vond dat echt belachelijk eigenlijk. Ja, ik snap, als je het zo verwoordt, is het zo. Maar als ik verwoord dat het een gezamenlijke vreugde is voor hetgeen wie je bent, dan is het wel mooi. Terreur is wat zwaar, maar ik vond dat wel een beetje sociëteitsterreur. Ja. Kijk hier. Ja, dit heb ik geschreven. Het onderwijs in de Sovjet-Unie. Een stuk waar ik niet meer met groot genoeg op terugzie. Nou, er stond een ontzettend leuke foto van ons allemaal ergens in de almanak. Een beetje aanstellerige foto. De Beatles. Kijk, dit is Kees-Jan. Dit ben ik. Met die ghetto blaster. Ja, die is niet van mij hoor. Kijk, zie er gewoon een keurige schoen ik aan heb. Ja, ik ben hier niet trots op hoor. Niet? Nee. Ik vind het aanstellerij dit. Ik vind het een leuke foto eigenlijk. Ja? Je vindt het wel leuk? Ja, ik vind het wel een mooie foto. Ja. Maar goed, je nam toen al afstand. Ja, nee, ik dacht al, dit is een poppenkast. Ja. Het heeft ook aanzienlijke voordelen om lid te zijn van een studentenvereniging. Want ik woonde eerst eenzaam in de Kivi-Dwarsstraat, wat toen nogal een naargeestige straat was. En via dat Utrechtse studentenkoor ben ik in dit studentenhuis terechtgekomen, Hugo de Grootstraat 1. Dag, welkom. Maarten van Rossum. Welkom, u weet de weg. Dus, oud huisgenoot, ja. Ja, we gaan maar meteen rechtstreeks naar boven. Ja, het is hier.
Jij huist hier. Ja, dit is wel een typische studentenkamer. We zien hier een soort ongeordende afvalhoop. Ik moet zeggen, dat klinkt natuurlijk een beetje ijdel, maar het was in mijn tijd een stuk netter en simpeler dan het hier is. Veel blote borsten zie ik. Grote borsten ook, dat was in mijn tijd niet. Ja, hier was het een keukentje. Ik begrijp dat nu ook hier, een dat is wel heel droevig, dat zelfs hier een student is ondergebracht. Ongelooflijk lullig wastafeltje. Maar goed, hier was een keukentje met een aanrecht en daar stond de televisie. Dat wil zeggen, wij hadden twee televisietoestellen, want de ene toestel gaf geluid en de andere toestel gaf beeld. Bovendien een enigszins vervormd beeld, waarvoor de hersens eigenlijk heel korte termijn een soort compensatie boden, zodat je, als je een normale televisie keek, dan had je het gevoel dat er iets niet in orde was. Meneer Vossen. Dag. Dag, Gilles. Maarten van Vossen. Welkom. Kijk, die televisie, dat hebben ze helemaal beter in orde dan wij. Ergens in 1969 ben ik hier vertrokken en een jaar later kwam er ook een einde aan mijn studententijd, tot mijn chagrijn, want wat mij betreft had ik zo'n beetje eeuwig doorgestudeerd, maar dat zat er jammer genoeg niet in. Wat je concluderend kunt zeggen over de stad en de universiteit is dat die universiteit een absolute zegen voor de stad is. Het creëert levendigheid, het heeft eigenlijk het karakter van de stad fundamenteel veranderd en, economisch gezien, de universiteit is tegenwoordig verreweg de grootste werkgever van de stad. Zonder universiteit zou Utrecht geschochten zijn.